Kijkers. We zijn hier in Wernhout bij Café de Valk en Rob van Nederpelt. Voorzitter van de kleine vereniging De Geenstreek. We hebben vandaag een open show voor mannelijke dieren. En dat houdt dus in bij ons hoenders, grote hoenders en zowel dwerghoenders. Ook de knijnen, dus de rammen genoemd. En ook bij de duiven, waar het allemaal doffers zijn. En bij de hoenders uiteraard zijn het allemaal hanen. En het is ook het einde van het keuringsseizoen, dus de vrouwelijke dieren zitten al vaak bezig met de voortplanting. Ja, dan kunnen de mannen even van huis en dan kunnen ze nog even onderling even de competitie aangaan. En ja, dat is meestal op het einde van het keuringsseizoen. En zoals je ook kunt zien, veel dieren, 214 totaal. En drie keurmeesters zie ik hier. Ja, totaal zijn er vier. Eén voor de duiven, één voor de hoenders en de dwerghoenders. En twee voor de knijnen, want een keurmeester mag per keuring maximaal 80 dieren keuren. Nou, zoals bij knijnen zijn het er ruim 100, ja, dan moet je delen, dan twee keurmeesters. Dat is het eerste wat u doet? Ja, dat is de eerste positie, hè? Dat is het gewicht. En deze heeft een ideaal gewicht, dus ja. Wat dat betreft geen probleem. Waar let u nog meer op? Nou, we beginnen dus met het gewicht. We hebben in totaal 7 posities. En dan krijg je type en bouw, dat is positie 2. Dan krijg je de pels, dat is positie 3. En dan krijg je dus de kop en de oren, positie 4. Je krijgt de dekkleur en de buikkleur, dat is nummer 5. De grond- en tussenkleur, dat is 6. En de conditie en verzorging, dat is de 7e positie. En als je dan alle punten zou halen, dan heb je 100 punten, maar dat komt bijna nooit voor. Waar let u nou op bij zo'n keuring? Eigenlijk alleen maar op het uiterlijk en op de gezondheid. Het uiterlijk moet voldoen aan een omschreven beeld, dus een ideaal plaatje. En voor de rest moet het gewoon een gezond dier zijn, wat vitaal is, wat levenslust uitstraalt. En een goed dier wat levenslustig is, verkoopt zichzelf. Een dier wat er een beetje in elkaar gezakt bij staat, dat gaat nooit in de prijzen vallen. Dus, er zijn heel veel verschillende, zie ik. Want ja, ik ken een Barnevelder en een Krielkip, maar daar blijven we niet bij, denk ik. Ja. Nee, er zijn er, in Nederland zijn er ongeveer erkend een 65 rassen in de grote hoenders en een 55 in de krielhoenderrassen. En wereldwijd is dat 400-500 verschillende rassen. Ja. Wat trekt u nou zo om dieren, om de konijnen te kweken? Een hobby, hè? Daar hou je van natuurlijk. Ja, ik bedoel, al 1977 af heb ik al de konijnen, sierdaren, postdaren. Ik doe al meer dan 30 jaar, 40 jaar. En kweek je gewoon door naar een bepaald ras? Of? Nou, deze tijd zijn we bezig dan met die konijnen te fokken. De meeste hebben al jongen leggen, vooral die grote natuurlijk. Die Vlamen. En dan heb je nog, dit zijn de kleurwerkjes, die moet je eigenlijk meer al de vijfde maand, hè. Vijf, zesde maand, dat ben de beste voor de tentoonstelling. Dan zijn ze jong en dan doen ze altijd goed het best. Wat, hoe oud is deze nou? Die is van vorig jaar, van 2010. Jonge ram. En wat voor ras is dat? Kleurwerk, knijgrijs. Wat is nou zo leuk om stukken dieren te houden? Waarom? Omdat ze mooi van kleur zijn. Kan dat? Mooie variaties erin. Kan dat? En dus leven in de brouwerij? Leven in de brouwerij. Dan zijn de buren op tijd wakker 's morgens. Het zijn Kaamse hoenen. Nou, het is een streek, hè, waar we bijna uitgestorven was. En waar we nu met een aantal leeën. In totaal zijn er 300, maar waarvan er 30 kwekers tegenwoordig weer, om het ook weer op gang te krijgen. Dus dat is de bedoeling om de rassen weer terug te krijgen helemaal. Maar in het begin is het nog heel moeilijk om de goede oogkleur te hebben, de goede pelling te hebben, die stripjes die erop zitten. Het mag niet gekorreld zijn, het moeten stripjes zijn. Hoe heeft het daar invloed op? Door te kruisen met andere rassen. Anders lukt het niet om de goede te krijgen. Dat worden ze dan. Wordt tegenwoordig kunstmatige inseminatie al toegepast. Oh, dat komt ook al voor hier. Ja, er zijn nog een weinig leden die. Maar er is wel wat al toegepast wordt op. Er zijn ook gebieden waar ze geen hanen meer houden. Ja. Er is geen haan ook niks meer aan, hè? Nee, dat ook niet. Dat is helemaal zo. Nee. Maar er zijn wel streken dat ze zeggen: ja, als je in een hele drukke wijk woont, kunnen altijd geen haan houden. Ja. Wat voor gas is er nou, Dre? Vinkduif. En doe je zelf kweken? Ja. Want die kleur en zo, hoe krijg je die?
Ja, door kruisingen. Veel kruisingen en dan... Hoe lang ben je dan bezig voor dit resultaat? Ja, er zijn wel een jaar of vijf bezig, echt een beetje poort net, hoor. Ja. En dan zijn er heel weinig, dus je hebt te weinig dag mee kunnen kruisen, want het is hoofdzakelijk in België, er zit nogal wat, maar hier in, en boven het land dan. En er hier een paar goede fokkers zitten, maar verder zit hier in Nederland niet zo heel.